We duiken even in wat taaie materie vandaag, maar wel heel belangrijk om te weten. Want per 25 mei 2018 gaat er een nieuwe Europese privacywet in. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die Algemene Verordening Gegevensbescherming die moet ervoor gaan zorgen dat de privacyrechten van burgers veel beter worden beschermd. Maar dat betekent voor bedrijven dat zij veel beter hun best moeten gaan doen om die gegevens te beschermen. En doen die bedrijven dat niet volgens de regels, dan kunnen ze boetes krijgen tot wel 20 miljoen euro. Ze moeten glashelder maken dat persoonsgegevens eerlijk worden verwerkt en alleen worden gebruikt voor een vooraf beschreven doel. Ook moet de beveiliging aantoonbaar op orde zijn. Organisaties moeten op zijn minst een compleet register hebben van alles wat er met persoonsgegevens gebeurt. Alle datalekken moeten ze registreren en ze moeten een risicoscan uitvoeren. Ze moeten ten alle tijde kunnen aantonen dat jij als gebruiker uit eigen beweging en goed geïnformeerd expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens. Dus dat betekent geen vooraf ingevulde vinkjes meer voor nieuwsbrieven. En om al deze maatregelen te controleren, moeten grote organisaties een heuse functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen. Kan een organisatie of bedrijf niet aantonen dat ze voldoen aan de eisen, ja, dan komt dus die megaboete om de hoek kijken. Een hoop gedoe voor organisaties dus, maar consumenten krijgen dus meer rechten. Zo kun je straks op elk moment je gegevens opvragen, ze eventueel zelf aan de andere organisaties overdragen en je krijgt het recht om vergeten te worden. Veel vaker dan nu het geval is, moeten organisaties jouw gegevens op jouw verzoek wissen. Bovendien worden je gegevens, dus als het goed is, veel beter beschermd. Bedrijven en organisaties zouden er goed aan doen om alles in ieder geval ook van encryptie te voorzien. Zodat mocht er iets misgaan of mochten er gegevens lekken, dat degene die gegevens in handen heeft er niets aan heeft omdat ze gecodeerd zijn.